Met het publiceren van deze beelden laat Israël aan de hele wereld weten en zien dat ze een grote inval in de Gazastrook hebben uitgevoerd. De militairen zijn na deze actie weer vertrokken. Maar wat hebben ze daar dan precies gedaan en met welk doel? Allereerst is het goed om te weten dat dit niet de eerste keer is dat Israëlische troepen Gaza binnendringen. Hoogleraar Irreguliere Oorlogsvoering Martijn Kitsen zegt dat er in de afgelopen 2 weken al meerdere operaties zijn geweest. Dat is ook normaal om te doen. Als je een gebied wil gaan aanvallen met een grotere macht, ga je van tevoren verkennen wat zit er in dat gebied. Je gaat testen ook, hè? Probing actions noemen militairen dat. Hoe reageert je tegenstander? En waar mogelijk ga je al zoveel mogelijk uitschakelen. Hè? Want hoe meer er al is uitgeschakeld, hoe beter dat helpt in het grotere offensief wat er dan straks moet gaan plaatsvinden. De inval in de nacht van woensdag op donderdag was ook echt zo'n prikactie. Om te kijken van waar zit Hamas? Wat kom je tegen? Hoe word je onder vuur genomen? We zien beelden van een bulldozer die alvast het trein een beetje effent. Ja, het is allemaal ook plaatsmaken zodat je daar straks met een groot offensief eventueel ook langs zou kunnen. Ondanks deze woorden en troepen die al 2 weken klaarstaan, is een groot grondoffensief nog niet begonnen. En daarom lijkt er nu extra luid gecommuniceerd te worden over deze nachtelijke inval. Voor mij duidt dit erop dat dit niet moet worden gezien als een actie die militaire meerwaarde heeft, want dat heeft hij. Maar ook een actie die bedoeld is om de Israëlische bevolking te laten zien. Kijk, de Israëlische strijdkrachten en het kabinet maken er echt werk van. We gaan echt Gaza in. We zijn actief. Alleen het grote offensief laat nog even op zich wachten. Maar wees gerust, we gaan echt afrekenen met Hamas. De inval is dus militair nuttig en ook nuttig voor de strategische communicatie. Allemaal in afwachting van die grote grondinvasie. Israël wil zo snel mogelijk beginnen. Alleen de vraag is, ja, wanneer kunnen ze daadwerkelijk beginnen en wanneer ook krijgen ze het groen licht van hun internationale partners?